In Azur, een aantal clubs in de lagere afdelingen hebben het moeilijk op dit moment. Staan tegen een faillissement aan. Is dat iets wat u zag aankomen of is dat een evolutie die al een tijdje bezig is? Ik denk dat we dit al vele jaren zien aankomen. U herinnert zich vast en zeker dat er 7 jaar geleden de beruchte Panorama-uitzending was, waarbij men over het zwart geld in het amateurvoetbal sprak. Beleidsmatig zijn er dan toch wel een aantal dingen gebeurd. Toen zijn goede stappen gezet. Maar niet alle clubs hebben de les toen geleerd. En de laatste jaren zijn er toch ook wel wat specifieke extra elementen toegevoegd aan het verhaal. Dat wij niet alleen zien dat clubs in 1B worden overgenomen, maar dat ook bepaalde investeerders focus leggen op de amateurclubs. En als je dan daar dieper op ingaat, dan stel je toch wel heel wat vragen. Beleidsmatig zijn wij dan, hebben we dat aangepakt en zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij daar best iets aan zouden doen. Niet om de clubs het moeilijk te maken, maar juist om de clubs te behoeden voor gekke avonturen. En met het licentiereglement van D2 en D3 hebben we op dat vlak geprobeerd onze ambities, onze doelstellingen die we daar rond hebben, te realiseren. Dat zijn eigenlijk vrij evidente doelstellingen. De eigen jeugd meer kansen geven. Een correcte omkadering zoeken binnen onze amateurclubs. Financieel hen op de juiste manier de zaak laten aanpakken. Of dat nu bedrijfsvoorheffing, RSZ of BTW is. Het komt er eigenlijk op neer dat wij ook een eerlijke competitie willen. Dat als we ook voordelen krijgen, dat we die voordelen op een correcte manier willen invullen. En last but not least heb je het verhaal van onze amateurclubs. Die willen we graag in handen houden. Lokaal verankerd laten zijn. Rondom de kerktoren, al dan niet de moskee, hebben we graag dat onze clubs in juiste handen blijven om juist beleid te kunnen voeren. En daarom hebben we die licentie ontwikkeld, waar we, mag toch wel gezegd, ook niet van plan zijn de guillotinepolitiek te gaan voeren. Wij hebben heel veel begrip voor de moeilijke stap die sommige clubs zetten. Maar als vandaag een aantal clubs het even niet weten, dan hebben we daar hulplijnen voor. Maar wij zullen wel correct meten wat nodig is, als ik het zo mag stellen. We zijn benieuwd wat het gaat geven. En ik hoop dat ze allemaal nog goed geïnspireerd zijn om volgend seizoen op het juiste niveau, het niveau dat ze verdienen, te kunnen blijven spelen. Voetbalclubs, maar eigenlijk moeten we dat zelfs opentrekken naar sportclubs in het algemeen, hebben nogal eens de neiging om boven hun stand te leven. Ja, ik denk dat dat een fenomeen is wat wij in heel veel sporten zien, maar dat dat toch ook wel in het voetbal zo is. Dit is een verhaal van jaar en dag. Maar als federatie draag je daarmee een verantwoordelijkheid in. En nogmaals, wil je de clubs eigenlijk toch wel behoeden van de foute weg op te gaan. En correct beleid voeren, de juiste aandachtspunten in hun werking leggen. Dat zijn de dingen die we ambiëren met de uitrol van het licentieverhaal. Ik was, dat is ondertussen al een jaar of 10 geleden, met Racing Genk mee op een Europese verplaatsing in Mallorca. Dat is een eiland dat zo ongeveer zo groot is als Limburg, zal ik maar zeggen. En ik zat aan tafel met de voorzitter van de voetbalbond van Mallorca en ik vroeg hoeveel clubs zijn er hier en die mens antwoordt 8. Ja. En dat is zo groot als Limburg. Zijn er ook niet in Vlaanderen te veel voetbalclubs? Maar ik denk dat elke voetbalclub die een plaats verdient in de omgeving en een bijdrage levert in de niche die een voetbalclub kan zijn, dat hoeft niet allemaal een topamateurclub te zijn, maar dat kan ook een recreatief club zijn. Dat kan ook een club zijn die gezonde sport ambieert voor heel veel jeugd.
dat terrein zijn wij er dus niet zo van overtuigd dat wij met te veel zijn. Maar we stellen wel vast over de laatste 10 jaar dat wij toch wel een reorganisatie-evolutie meemaken. We zijn van zo'n 1000 amateurclubs intussen gezakt naar 900. En we zijn er eigenlijk niet ongelukkig over, omdat onderzoek ook goed aanwijst dat clubs die beter georganiseerd zijn, groter van omvang zijn, dat die de problemen beter aanpakken. En dit is toch wel een vaststelling. Wij zijn 100 clubs kwijt, maar anderzijds ja, hebben we 50.000 voetballertjes meer. Dus het voetbal daalt met aantal clubs, maar we groeien elke dag opnieuw. En niet alleen meer na een EK of een WK, maar elk jaar, omdat onze jeugdorganisatie, onze jeugdcompetitie toch wel aanslaat, zeker bij de allerkleinste. Er zijn veel clubs in Vlaanderen. Elk kerkdorp heeft nog zijn ploeg. En dat is sympathiek. Maar dan spelen die ook nog niet met spelers noodzakelijkerwijs van hun kerkdorp. Gaan ze toch nog om één afdeling hoger te spelen, de beste jeugd ergens anders halen, of niet eens jeugd misschien. En die moeten ze dan flink betalen in het wit en een deel ook nog in het zwart. Die oefening, als we die proberen te maken, dan kunnen we niet anders dan inderdaad vaststellen dat een aantal clubs de ambitie hebben om een reeksje hoger te spelen en dat men dan op zoek gaat naar versterking. Maar zeg maar in het profiel van de club dat wij voor ogen hebben, denken we wel dat de plaatselijke club met juiste investeringen naar de jeugd, dat die ook wel een plek moet kunnen vinden in de voetbalpiramide. En is dat een eerste provinciale, dan is dat misschien ook wel goed. Hè? En als dat lager is of hoger, dat kan allemaal. Maar men moet wel weten wat haalbaar is en daar ook clubbeleid zeg maar op afstemmen.